Welkom bij de Biep van H tot Z. Altijd al willen weten wat er reilt en zeilt in de Biep van Heusden-Zolder, dan is dit de podcast voor jou. Ik ben Lieselotte, medewerker van de Biep en jouw gastvrouw. En vandaag heb ik Johan Simons te gast om het te hebben over... De Kijkclub. Dag Johan. Dag Lieselotte, goedemorgen. Jij begeleidt de Kijkclub. En nu is natuurlijk de eerste vraag die ik ga stellen, wat is dat eigenlijk, een kijkclub? Wel, we kunnen het een beetje vergelijken met een leesclub, mm-hmm. waarin dus een groepje mensen die samenkomen, eerst thuis een boek lezen en daarover praten. Dit is precies hetzelfde, want er is meestal een misverstand, mensen van buitenaf lezen dat en denken dan, oh, we gaan in de Biep naar een film kijken, maar dat is niet de bedoeling. Ze moeten hem thuis gezien hebben, maar ze kunnen hem wel via de Biep verkrijgen. Hè? Ja, klopt. Hoe vaak komt de kijkclub samen? 1 keer per seizoen. Dus 4 keer per jaar. 1 keer per seizoen? Ah ja, zo. Zo, hè. Via lente, herfst. Voilà, ja, okay. Bij een nieuw seizoen, een nieuwe kijkclub. Voilà, oké, super. Ik ga eventjes het praktische deel dan uitleggen, want je zei, mm-hmm. De Biep zorgt voor de dvd's. Mm-hmm. Dus als je besluit om mee te doen aan de kijkclub, dan schrijf je je in bij de Biep en dan vragen wij altijd, wil je ook de dvd ineens mm-hmm. uitlenen, zodat mm-hmm. je thuis kan kijken. En wij reserveren die dan kosteloos en je kan die dan hier komen ophalen. Zo werkt het eigenlijk. Meestal hebben we wel genoeg dvd's voor iedereen, dat er mm-hmm. geen druk op zit om hem binnen de dag te kijken. Heel af en toe kiezen we een uitzonderlijk zeldzame film. En dan kan het wel eens gebeuren dat er wat moet rondgegaan worden. Maar dat is heel zelden. Daar proberen we op te letten dat we dat niet doen. Nu, we hebben het programma voor dit seizoen. Daarom dat ik in de war was met seizoenen. Al samengesteld, hè? Dus ja, misschien dat klopt. Kunnen we daar al wat over verklappen. Wat we dit jaar, dit seizoen gaan kijken. Zeker. We beginnen met een serie. Dat is de eerste keer of de tweede keer dat de we dat doen. De tweede keer, ja. We zijn daar vorig jaar mee begonnen. Ja, dat leek ons wel... Er zijn steeds meer series. Mm-hmm. Leek ons wel leuk om dat aan de kijkclub toe te voegen. Klopt. En het gaat om het eerste seizoen van de Amerikaanse serie Succession. Mm-hmm. Die gaan we in oktober mm-hmm. kijken. De specifieke data zal ik later toevoegen. En welke gaan we dan kijken? Daarna... komt een klassieker, een Japanse klassieker, Rashomon van Kurosawa, uit 1950. Maar die komt in alle lijstjes van beste films aller tijden nog altijd prominent naar voren. Daarna zitten we aan een Vlaamse film, mm-hmm. een hele straffe, Dealer van Jeroen Perceval. En dan de allerlaatste? En de allerlaatste wordt een soort romcom, maar dan toch een hele zwarte, want Scandinavisch. The worst person in the world. Voilà, dus je ziet, we proberen heel afwisselend te zijn in de keuze die we maken. Dat is eigenlijk heel wat moois in het vooruitzicht. Johan, wil je nog graag iets toevoegen over de kijkclub? Ja, dat wij dus voor alle genres openstaan. We hebben al drama's gehad, maar ook comedies, thrillers, animatie, documentaires. Alles kan eigenlijk. Horror ook, uitzonderlijk. Dat woord proberen we dan te vermijden, want dat schrikt nogal eens mensen af. Terwijl het dan meestal toch wel om deels horror en deels drama of een ander genre. Het is altijd zo'n beetje meer, hè? Want dan wou ik nog vragen, wat maakt het eigenlijk zo leuk om aan de kijkclub deel te nemen? Ja, het speciale is eigenlijk dat iedereen dezelfde film bekijkt, maar als we dan samenkomen is het net alsof iedereen een andere film gezien heeft. Omdat iedereen daar zijn persoonlijke gevoelens inlegt, zijn ervaringen. En dan komen we altijd tot een heel boeiend gesprek. Ja, we hebben ook sommige leden die echt superveel van film weten. Allee, dat is zo. Jij ook, Johan. Maar we hebben ook leden die er heel veel van weten. En die kunnen dan zo nog meer achtergrondinfo geven vaak bij de films. Ja. Dus en ook mensen die eigenlijk helemaal niet zo film-minded zijn, mm-hmm. maar die film ontdekken via de kijkclub. Hè? Ja, want ik moet toegeven... Ik was niet super film-minded, denk ik, toen ik de eerste keer meedeed aan de kijkclub. Ik heb dat niet gemerkt. Ik wel af en toe naar film, maar ik vind het wel veel leuker sinds ik zo af en toe heb meegedaan mm-hmm. om zo films te mm-hmm. kijken, zo wat meer op te zoeken. Klopt. Dus wie verdieping zoekt, zou ik zeggen, zeker eens naar de kijkclub komen. Het is ook niet verplicht om naar ze allemaal te komen. Nee. Als je zegt, dat is nu een film die me interesseert. Kunt je gewoon 1 keer meedoen. Misschien nog even aan toevoegen dat het zeker geen lezing of zo is. Hè. Het is ronde tafel gesprek. Ja. Iedereen krijgt evenveel spreektijd, dus dat echt dat vooral ervaringen worden uitgewisseld. Op een heel informele manier
Klopt. Helemaal waar, Johan. Wel, dan zijn we denk ik al rond. Dan ik denk het wel. Heel graag bedanken om langs te komen. Bedankt om de kijkclub nog eens in de kijker te zetten. Heel graag gedaan. Dit was het alweer voor deze aflevering. Kom jij ook eens graag naar de kijkclub? Schrijf je dan snel in. Alle info kan je vinden op onze website heusden-zolder.bibliotheek.be. En anders komen we elkaar sowieso tegen in de bieb. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op ons via je favoriete podcastkanaal. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.